bord van een CM6040 te vervangen. Je begint met de stroomkabel eraf te halen. Eerst het apparaat uit uiteraard. En je draagt antistatische handschoentjes. Je draait vervolgens deze kabel los van het scannerbord. Haalt deze clip eruit. Die hoef je enkel zo in te drukken. Deze zijn zo te bewegen. Even voelen wat de juiste stand is. En dan trek je zo in het geheel het voormalige bord eruit. En de nieuwe, die plaats je ook zo weer terug in de geleidertjes. Goed aandrukken. Deze weer op de juiste stand. Deze terug. En niet te vergeten. Het pinnetje, dat was hem.